Goedenavond, welkom bij deze derde livestream van Logos Instituut van de maandelijkse serie die we dit jaar gaan houden voor zowel Nederlandse als internationale sprekers en interactief met elkaar na te denken over allerlei thema's. Ja, voor de informatie kunt u op onze website kijken bij Agenda en daar kunt u ook de rest van het jaar straks volgen wat er allemaal staat ingepland. Fijn dat u er bent en fijn dat u afgestemd hebt op Logos Instituut. Mijn naam is Kees van Helden en sinds 1 augustus vorig jaar mag ik leiding geven aan Logos Instituut. En dat doe ik samen met nog 3 medewerkers en een hele hoop betrokken mensen. En dan willen we graag kennis delen. Kennis delen aan scholen, kerken, verenigingen, studenten in een heel breed spectrum. En heldere antwoorden te geven op ja, toch wel soms moeilijke vragen over Bijbel, geloof en wetenschap. En hoe zit dat nou? Zoekers als kenners op het gebied van schepping en evolutie. Deze livestream zenden we vanavond uit via ons Facebook-kanaal en via ons YouTube-kanaal. En deze avond gaan we kijken naar Gert-Jan en Gert-Jan van Heugden, die gaat spreken over het dino-mysterie. En hij is onder andere redactielid bij Weet Magazine en hij heeft de site Waarom Schepping. Na de presentatie is er volop ruimte om vragen te stellen via Q&A. U kunt tijdens de lezing via de chat van YouTube en bij Facebook kunt u vragen stellen. Die verzamelen wij en aan het eind van de lezing zal ik die aan Gert-Jan voorleggen. Ja, in 2006 is Gert-Jan zijn leven behoorlijk op zijn kop gezet door vragen bij, van stellingen van een kerkleider van zijn kerk. Philip Bell deed een half jaar later nog een schepje bovenop. Want ja, Gert-Jan moest toch echt wel nagaan denken, hoe zit het nou met schepping en evolutie? Nou, maar dat gaat hij dadelijk zelf aan u vertellen. Dus welkom Gert-Jan vanavond hier. Een vraag die mij altijd heeft bezighouden, Gert-Jan, als ik over dinosaurussen, aan dinosaurussen denk, dan moet ik denken aan de vraag, heeft de mens nu wel of niet samen met de dinosaurussen geleefd op aarde? Want ja, als we in Job 40 kijken, daar hebben we het over een reusachtige plantenetend dier. En ja, die beschrijft hij daar. Hoe zit dat dan? Wat is dat voor een dier? De ene Bijbelvertaling zegt het is een nijlpaard en de andere Bijbelvertaling zegt het is de behemoot. Het staat als een ceder en ik neem aan dat jij hier ook wel wat over gaat vertellen. Dus ik zal nog geen tipje van de sluier oplichten. Prima, goed. We hebben daarnaast wat boeken, die zullen straks ook in beeld verschijnen. De Bijbel Vast, u ziet hem in beeld. Bijbel Vast is een uitgave van Stichting Logos Instituut. Dat is een special die gaat over dinosaurussen. Die special is nog volop aan te vragen via onze webshop .logos.nl. Als u daar even naartoe gaat, kunt u deze gratis thuisgestuurd krijgen. Gert-Jan, ik wil de avond verder aan jou geven en dan komen we straks bij Q&A, kom ik weer bij je terug. Ik wens je Godzegen bij de presentatie. Dank je. Ja. Een hele goede avond allemaal. Mensen thuis, leuk dat jullie meekijken vanavond. Ik hoop alvast een aantal vragen die er straks gaan komen in de presentaties te behandelen. En alle andere vragen die ik niet behandel, vuur die gerust op me af. Ik zal niet garanderen dat ik alle antwoorden heb. Maar anders dan kan ik het altijd vragen aan Kees, die als directeur van Logos ongetwijfeld wel het een en ander moet weten. Eén vraag die ik jullie vast wil ontnemen is waarom ik hier op blote voeten loop. De reden is niet dat ik teksten uit de Bijbel te letterlijk lees. Er staat bijvoorbeeld God die tegen Mozes zegt, trek je schoenen uit want je staat op heilige grond. Ik ga niet pretenderen dat ik hier op heilige grond sta of zo. Het is ook niet zo dat ik mezelf zo belangrijk vind dat ik naast mijn schoenen ben gaan lopen en dat iemand ze gejat heeft. De reden is dat ik het heel prettig vind om op blote voeten te lopen. Maar goed, als het goed is, dan verschijnt dadelijk toch alleen mijn hoofd in beeld. Dus dan hebben jullie van mijn voeten geen last. Wie heb je voor je? Mijn naam is Gert-Jan van Heugden. Ik ben 36 jaar oud. Ik heb scheikunde gestudeerd in Eindhoven, scheikundige technologie. Ik kom daar ook uit die buurt vandaan, vandaar mijn zwoele zuidelijke accent. Ik ben vroeger opgegroeid met een geloof in de evolutietheorie.
Ik had boekjes, zoals deze. Kijk, een boek over dinosauriërs. Waarin staat dat die beesten miljoenen jaren geleden hebben geleefd. En nou ja, Kees vertelde net al, zo in 2006, toen ik zo'n jaar of 16, 17, 18 was, ietsjes daarvoor nog, ging ik voor mezelf de Bijbel lezen. En er staat, God heeft de wereld in 6 dagen gemaakt. Dus wat moet ik nu geloven? Die dino's en die miljoenen jaren aan de ene kant, of die Bijbelse schepping? En, nou ja, goed, van de Bijbel wordt toch gewoon gezegd, dat is het woord van God. En ik ben erachter gekomen, onder andere door die lezingen van Philip Bell, dat er juist heel veel wetenschappelijk bewijsmateriaal is wat spreekt voor de Bijbelse schepping. En de zondvloed en de jonge aarde. En daar wil ik het vandaag wat met jullie over gaan hebben. En dan specifiek als het gaat over de dino's. Nu is bij mij vanaf dat moment eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. Vanaf 2006. Ik ben me wat meer gaan inlezen, wat meer gaan verdiepen. Ik ben lezingen gaan geven. Ik doe dit dus ook voor mijn werk. Kees had al genoemd, ik ben redacteur bij Weet Magazine. Voor de mensen die Weet Magazine nog niet kennen. Het is een christelijk populair wetenschappelijk tijdschrift. Als je nu geïnteresseerd bent in zoiets, wetenschap en techniek, vanuit een Bijbels beeld, ga dan even naar de website www.weet-magazine.nl en vraag dan even een gratis proefnummer aan of sluit gelijk een abonnement af. Het is de moeite waard. Nou ja, goed, ik werk voor Weet, dus dan mag ik dat zeggen, toch? Naast Weet wijs ik op dit punt in mijn presentatie is eigenlijk ook altijd op het Logos Instituut, maar nou ja, goed, dat kunnen de mensen van Logos veel beter dan ik. Jullie zijn hier al, jullie kennen Logos al. Ik had gewild dat er zoiets als Logos bestond in mijn tijd, toen ik vroeger in 2006 met die vragen zat. Ik heb het moeten doen met allerlei andere organisaties, dus nou ja, goed, jullie hebben geluk dat Logos er wel is. En daarnaast wil ik ook nog even kort wijzen op mijn eigen bedrijf, mijn eigen website, Waarom Schepping. Je kunt me inhuren voor lezingen, voor studieavonden, studentenverenigingen, feestjes en partijen zeg ik er ook nog altijd bij, maar om de een of andere reden doet niemand dat eigenlijk. Vind ik wel jammer. Naast lezingen en mijn werk bij Weet en de spaarzame vrije tijd die ik nog heb, ben ik ooit begonnen met het schrijven van boeken. Eén boek is van mijn hand verschenen, dat heet Hoe zit het met de ouderdom van de aarde? En er is nog een tweede boek in de maak, dat heeft wat vertraging opgelopen door allerlei omstandigheden. En dat gaat over de evolutietheorie. En de bedoeling is dat er later ook nog meer delen gaan verschijnen. Nou, tot zover het introductiepraatje, het reclamepraatje. Waar gaan we vanavond over hebben? Het grote dino-mysterie. Passen dino's in de Bijbelse geschiedenis? Als je uitgaat van de evolutietheorie, dan moet het antwoord daarop nee zijn. Want dan waren de dino's miljoenen jaren geleden uitgestorven. Als je uitgaat van de Bijbel, ja, dan moet je iets met die dino's. Met die botten, die fossielen die gevonden worden. Die fossielen, die zijn er. Die botten die haalt men uit de grond. En die botten, daarvan weten we inderdaad ook, die zijn van grote reptielen geweest, van dinosaurussen. Maar die botten, die feiten, die moet je op de een of andere manier zien te duiden. Misschien ken je wel de uitdrukking feiten spreken voor zich. Ja, vergeet dan maar, feiten spreken helemaal niet voor zich. Je moet de feiten spreken. En de meeste mensen die de feiten laten spreken, die doen dat uitgaande van een evolutiebril of een atheïstische bril. Die gaan ervan uit, de wereld is miljoenen jaren oud, er is geen God, of als er al een God is, dan heeft hij misschien ooit aan het begin de schepping in gang gezet en is daarna alles alleen maar door natuurlijke processen een beetje het balletje gaan rollen. Als je uitgaat van zo'n atheïstische bril, dan zul je zo'n bot duiden als zijnde, dit is een bewijsstuk voor de evolutietheorie, zoals Charles Darwin ook deed. Aan de andere kant, die evolutiebril, die atheïstische bril, is niet de enige bril die je op hoeft te zetten. Je kunt bijvoorbeeld ook een christelijke bril opzetten, een Bijbelse bril. En als je een Bijbelse bril opzet, dan zul je juist zeggen, zo'n dinobot dat wijst op een recente schepping en op een wereldwijde zondvloed. Vandaag de dag is in de wetenschap eigenlijk alleen maar die evolutiebril, die atheïstische bril, is de enige die gebruikt mag worden. Maar er zijn ook heel veel christelijke wetenschappers die zich daar niks van aantrekken en die gewoon lekker hun eigen christelijke bril opzetten en daarmee wetenschap gaan bedrijven. En volgens mij is dat ook precies hoe het hoort. Goede wetenschap hoort te beginnen. Dat is niet iets wat ik zelf verzin, dat is iets wat in de Bijbel staat. In Spreuken staat, het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. En in dat woord voor kennis wat daar in het rood gekleurd staat, dat is ongeveer hetzelfde als het hedendaagse Hebreeuwse woord voor wetenschap. Daarom heb ik erboven gezet, goede wetenschap begint bij de Bijbel. Begint bij ontzag hebben voor de Heer, ontzag hebben voor wat God ons in zijn woord wil vertellen.
Maar het is natuurlijk belangrijk om te weten, wat staat daar in de Bijbel? Er staat bijvoorbeeld dit. In 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat erin is en hij rustte op de 7e dag. En normaal gesproken in een zaal vol publiek, dan vraag ik aan mensen, wie kan mij vertellen in welk Bijbelboek dit staat? En 9 van de 10 keer is het eerste antwoord dat ik krijg Genesis. En soms dan is er eentje die wat meer kennis van de Bijbel heeft of die een beetje door heeft waar deze passage vandaan komt. Of misschien die al een keer eerder een lezing van mij heeft gezien. En die weet mij te vertellen, dit staat in Exodus. En dat klopt, Exodus 20, het hoofdstuk van de 10 geboden, het hoofdstuk van de wet. Een heel belangrijk hoofdstuk, want in de 10 geboden... Moet ik even wisselen van microfoon? Ja, laat die andere ook maar zitten. Oké. Wat een luxe, 2 microfoons. Even kijken of het allemaal goed gaat. Groen licht, techniek. Ja? Gaat hij weer? Oké. Deze tekst, Exodus 20, het hoofdstuk van de 10 geboden. Diezelfde 10 geboden waarvan dat even verderop wordt gezegd dat God die met zijn vinger in de stenen tafel heeft geschreven. Dit is dus een tekst die we heel serieus moeten nemen. Want God, die liegt niet. God kan niet eens liegen. Als God dus tegen ons zegt, ik heb in 6 dagen de wereld gemaakt, dan mogen we ervan uitgaan dat dat klopt, dat dat een stukje ware geschiedenis is. Als je uitgaat van die tijdlijn van de schepping in 6 dagen, dan kun je een tijdlijn opstellen van de geschiedenis die ongeveer vanaf de schepping tot waar we nu zitten zo'n 6000 jaar heeft geduurd. Ik ga niet al die verschillende gebeurtenissen één voor één nalopen, maar ik wil wel eventjes die eerste paar noemen. De schepping, de zondeval, de zondvloed en de spraakverwarring. De eerste 11 hoofdstukken van Genesis zijn dat. En met die eerste 11 hoofdstukken kan ik de hele Bijbel, of de hele wereld om mij heen verklaren. Ik kan verklaren waarom mensen en dieren doodgaan. Dat is een gevolg van de zondeval. Daarbij kwam de dood in de wereld. Ik kan verklaren waarom dat er overal aardlagen zijn met fossielen erin. Die zijn daar afgezet door de zondvloed. Ik kan verklaren waarom dat mensen uit Azië er anders uitzien dan mensen uit Afrika of uit Noord-Amerika of uit Europa. Want hun voorouders die zijn bij de spraakverwarring bij Babel een andere kant op getrokken. Nou, de rest van de Bijbel, het Oude Testament, sla ik eventjes over. Niet omdat het niet belangrijk is, maar omdat de wereldgeschiedenis pas weer verder gaat in het Nieuwe Testament. Vanaf de spraakverwarring gaat de focus van heel breed, wereldwijd, terug naar 1 volk, naar 1 man, Abraham en zijn nakomelingen. Pas in het Nieuwe Testament gaat die focus weer terug van het volk Israël, de nakomelingen van Abraham, naar de hele wereld. Met de geboorte van Christus. God zelf die naar de wereld komt als een kindje in de kribbe. En Jezus kwam naar deze wereld met een missie om te sterven aan het kruis, om die gevolgen van de zondeval ongedaan te maken. En die Bijbelse tijdlijn is nog niet afgelopen. Wij bevinden ons hier tussen kruis en voleinding. Er staan nog gebeurtenissen in de Bijbel die nog niet zijn volbracht, die nog moeten gebeuren. Denk aan die moeilijke profetische boeken als Daniel, Ezekiel, Openbaring. Jezus die nog een keertje terug zal komen. We gaan weer terug op deze tijdlijn van het zwarte naar het witte. Naar de tijd dat er geen dood meer is en dat alles weer goed zal zijn. Deze tijdlijn duurt vanaf de schepping tot die rode punt ongeveer zo'n 6000 jaar. Dat kun je uitrekenen op basis van een aantal sleutelteksten. En als je daar meer over wilt weten, toch nog een beetje reclame maken, dan kun je in mijn boek daar wat over lezen. Als je nu die evolutiebril opzet, dan krijg je een hele andere tijdlijn. Niet eentje van duizenden jaren, maar eentje van miljarden jaren. Waarbij dat de allerlei diersoorten zijn op het toneel zijn verschenen en ook weer zijn verdwenen, zijn uitgestorven. Dat evolueert zich allemaal langzaam maar zeker, tot je uiteindelijk uitkomt bij, helemaal op het eind van die tijdlijn, in dat uitvergrote bolletje, bij de mens. En helemaal op het eind van die tijdlijn dus ook dat de mens een cultuur heeft ontwikkeld en onder andere ook de Bijbel heeft geschreven. Dus die dino's, die daar nu precies naast deze kant naast mijn hoofd ziet staan, daar zo. Die zouden al miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven voordat de mens op het toneel verscheen. Dat is hoe dat het evolutiemodel het zich voorstelt. 65 of 66 miljoen jaar geleden was er, de meeste mensen denken, een meteorietinslag, waardoor dat de dino's uitstierven. Zo'n 5, 6, 7 miljoen jaar geleden
begon de mens zich af te splitsen van de apen. Dus van de aapachtige voorouders ontstonden de mensen aan de ene kant en de apen aan de andere kant. En pas helemaal op het eind van die tijdlijn heeft de mens een cultuur ontwikkeld en is de mens onder andere ook de Bijbel gaan schrijven. Dus volgens dit model hebben dino's geen plek in de Bijbelse geschiedenis. Aan de andere kant, als de Bijbelse geschiedenis klopt, dan hebben mensen en dino's juist wel gelijktijdig geleefd. Want dino's zijn landdieren. En de landdieren zijn volgens de Bijbel geschapen op dag 6, net zoals de mens. En er moesten ook van alle landdieren er 2 mee in de ark. Hoe dat is gegaan, daar ga ik straks met jullie nog eventjes op terugkomen. Hoe kun je nu, uitgaande van die tijdlijn die ik zojuist liet zien, een Bijbelse dino-geschiedenis duiden? Eerst ga ik even met jullie een reisje maken. Ik ga jullie meenemen op mijn vakantiereis naar Amerika. Het was niet echt een vakantie, want het was vooral heel veel graven. Maar in 2018 ben ik in de VS geweest. En daar ben ik een maand lang geweest om te graven naar dinobotten in de Amerikaanse staat Wyoming. En die reis die is, ga ik er toch nog even bij zeggen, voor een heel groot gedeelte gesponsord door Logos Instituut, waarvoor ik ze nog steeds heel hartelijk dankbaar ben. Dus dan kan ik er ook wel iets voor terug doen, zoals even mijn vakantiefoto's laten zien. Het avontuur begon als volgt. Ik vloog vanuit Nederland, Schiphol, naar Texas. Waarom naar Texas? Daar staat een universiteit, de Southwestern Adventist University van de Zevende-dags Adventisten. De mensen van die universiteit die hebben een contractrelatie met een ranch in Wyoming, in de Amerikaanse staat Wyoming. Dat is zo'n behoorlijk eindje naar het noorden toe. Volgens Google Maps rij je er onafgebroken ruim 16 uur over. Nou, wij hadden met tussenstops nog een keertje een lekke band er meer dan een dag over gedaan. Maar uiteindelijk waren we daar. Ingeladen, gepakt en bepakt en bezakt. Bepakt en gezakt. Nou, in elk geval, we hadden ons karretje volgeladen met allerlei spullen. We hadden een paar busjes, we hadden een pick-up truck. En daar gingen we dan met z'n allen naar Wyoming. Lekker stukje zelf nog gereden, net zo bij zonsopkomst. Heel erg leuk, een leuke countryzender aangezet. En gezellig even door de graslanden van Wyoming. En daar waren we dan, bij de ranch, de Hanson Ranch. Genoemd naar de familie Hanson die daar de ranch in bezit heeft. Daar hadden we een basiskamp. En dat basiskamp, dat ziet er van bovenaf gezien zo uit. In het midden heb je die 2 witte tenten. Die grotere witte tent, dat is een vast veldstation. Dat staat daar het hele jaar door. Ondertussen is die vernieuwd. Die kleinere, dat is een grote partytent, zou je kunnen zeggen. Waar dat we buiten onze vieringen, dagopening, dagsluiting en meestal de maaltijden ook hadden. Aan de ene kant heb je het meisjeskamp. Aan de andere kant heb je het jongenskamp. En die weg die daar zo onderloopt in een boemerangvorm, als je die weg naar onderen toe volgt, dan kom je uit bij de groeves. Voordat ik jullie daarmee naartoe neem, eerst even kort, ja, wat doe je nu als je daar in de VS bent? Als je daar een maand lang bent, dan ga je eens een keertje wat ondernemen. En dan ga je bijvoorbeeld een monument bezoeken, wat daar in aanbouw is voor het Amerikaanse Indianen-opperhoofd Chief Running Horse. Je gaat eens een keertje een dino-museum bezoeken. Want ja, als je op een dino-reis bent, dan is het natuurlijk wel leuk om ook eens even wat dino's in het echt te zien, om het zo maar te zeggen. In Amerika heb je slangen, dus je kunt daar heel leuk slang knuffelen. Nou, Amerikanen die houden van wapens en iemand die had een setje werpmessen mee. Dus ik heb er een nieuwe hobby bij, messen werpen. En het leuke was, toen wij daar waren, toen wij onze reis gingen afsluiten, toen was net een film van Jurassic Park in de bioscoop. En konden we nog even een bioscoopje meepikken. Natuurlijk, Amerika zou Amerika niet zijn als je niet ook de mogelijkheid hebt om even een schietbaan te bezoeken. Heel leuk, maar dat was eigenlijk niet waarvoor dat ik naar de VS ging. De reden was vooral om te graven. Graven met fijn gereedschap, graven met grof gereedschap, met nog grover gereedschap. En het doel om dinobotten boven de grond te halen. Hier heb je een plaatje van hoe het terrein er daar uitzag. Je ziet dat kronkelpad wat daar van boven naar beneden loopt. Boven is het basiskamp en beneden zijn de groeves. En bij een aantal van die groeves ben ik zelf ook gaan graven, onder andere bij site 1 die hier in het midden op het scherm staat. En daar kun je toch wel... dit ga ik even opnieuw doen.
Dit project dat is al een aantal jaren aan de gang. Dus toen ik daar was in 2018, toen was het al ongeveer zo'n 20 jaar bezig. Dus er zijn ondertussen al heel wat verschillende botten boven de grond gehad op heel veel verschillende plekken. En dat kun je heel mooi in kaart brengen, want al die botten die worden, dat zal ik zo nog even laten zien, met de GPS precies in kaart gebracht waar dat ze zitten. En al die rode puntjes die je hier op deze kaart ziet, dat zijn botten die zijn gevonden. Ga je dit op een landkaartje zetten, nu zijn de botten niet de rode puntjes, maar de witte puntjes. En ga je vervolgens ook nog eens even kijken van wat is er nu gevonden op bepaalde plekken. En als je dan even die toplaag weghaalt, wat er dan overblijft, is wat we verwachten, wat er allemaal in die dino-laag gaat zitten. Wat je nu ziet, die witte vlekjes, dat zijn de plekken waar dat gegraven is, waar dat dino-botten zijn gevonden. Als we dat extrapoleren naar die hele laag, dan zou je verwachten dat je ongeveer dit vindt. Een hele laag, een hele aardlaag, ongeveer een meter dik, helemaal vol met dino-botten. Die botten die worden in kaart gebracht en op basis van wat er gevonden is, kun je uitrekenen hoeveel dinosaurussen er in die hele laag moeten zitten. En men komt dan uit op dat er tussen de 5000, voorzichtige schatting, en 25.000, een hele ruime schatting, dino's op die plek begraven zijn. En dan gaat het om individuen. En het merendeel van de dino's die we daar vinden, van de botten die we daar vinden, die zijn afkomstig van het Edmontosaurus. Nou, als je het vraagt aan kinderen, wat is je favoriete dino, dan zul je ongetwijfeld de Stegosaurus voorbij horen komen, natuurlijk de T-Rex. Maar de Edmontosaurus, die is niet zo interessant, die is niet zo heel spannend. Het is een beetje het schaap van de dino-wereld, zou je kunnen zeggen. Ja, wel een fikschaap, want zijn dijbeen die kwam hoger dan mijn hoofd. Dus op zich een groot beestje, maar nog steeds niet een heel spannend dino-soort. Toen gingen we daar graven. Wat hebben we daar gevonden? Nou, dit is het allereerste bot dat ik ooit in mijn leven boven de grond heb gehaald. En ik heb geen idee wat dit voor soort bot is. Het is een fragmentje en ja, het is zo klein dat we eigenlijk niet kunnen zeggen van wat het precies voor bot is. Maar goed, het was de eerste, dus daar was ik heel blij mee. Later vond ik nog een heleboel meer dingen. En wat je hier ziet is mijn werkplek. Wat je doet als je gaat graven naar dino-botten, tenminste wat wij daar deden, was die laag, kleisteen is dat, die ga je afschrapen met een plamuurmes. Net zo lang totdat je heel zachtjes, heel voorzichtig, totdat je tik hoort. En tik betekent, er zit iets. En dan ga je naar kleiner gereedschap, naar tandartsgereedschap, en dan ga je met borsteltjes, ga je dat bot zoveel mogelijk blootleggen, zonder het echt van de plek weg te halen. En als je dat bot zo ver mogelijk hebt blootgelegd, wat je dan doet is dan leg je er zo'n wit kaartje bij. En die witte kaartjes die zijn voor de GPS. Er wordt met zo'n GPS-paal wordt de precieze plek van dat bot bepaald. En als je dat doet, dan kun je in kaart brengen waar dat die botten in de grond zitten ten opzichte van elkaar. En wat je dus eigenlijk krijgt is de droom van elke paleontoloog. Je ziet alle botten, en dat kun je zelfs in 3D zien, zonder al het zand wat er tussenin zit. Nou, ik zei net al, dit project is al een aantal jaren bezig. Dit is die noordelijke groeve, die site 1, waar dat ik onder andere heb gegraven. En nou, in 1999, toen ze daar zijn begonnen, hebben ze daar een paar botten gevonden. En steeds verder, steeds meer botten werden daar ontdekt. En tussen die rode puntjes zit steeds 1 meter. Dus dan weet je wat de schaalverdeling is. Tot en met 2017 heb ik de data. 2018 was het jaar dat ik er was. En zo kun je dus een beetje in kaart brengen wat daar op die range te vinden is. Nou, wat valt nu op als we die botten daar zien? Er zijn een aantal dingen en daar kunnen we ook wat conclusies aan verbinden. Het eerste wat opvalt is dat we daar geen complete skeletten vinden. De botten die we daar vinden, die zijn allemaal door elkaar gehusseld. Wat ook opvalt is dat die botten geen voorkeursoriëntatie hebben. Dat is belangrijk, want je zou verwachten als die botten door bijvoorbeeld stromend water zijn vervoerd, dat ze dan allemaal ofwel mee zijn gerold en dus horizontaal zouden liggen op dit verticale plaatje. Ofwel ze zouden door de stroomrichting van het water in een lengterichting zijn geduwd. Dus dat je een soort van kruisvorm zou krijgen op dat plaatje hier direct naast mijn hoofd. Nee, die kant. Het is heel moeilijk om te werken in een spiegelbeeld, dus sorry voor de verwarring. Wat nog meer opvalt, is dat de meeste van die botten, die zien er heel mooi uit. Die zijn heel mooi bewaard gebleven. Daar hoeft weinig aan te gebeuren om die te preserveren. En
Dat is belangrijk, want als je botten goed bewaard wilt hebben, als je mooie fossielen wilt vormen, dan betekent dat ze snel en luchtdicht begraven moeten zijn. Nog iets wat opvalt daar, is dat je de grootste botten in de onderste 20 centimeter van die laag tegenkomt. En hoe hoger je gaat in die laag, hoe kleiner de botjes worden. Tot aan helemaal bovenaan alleen de kleinste botten overblijven. Hoe kunnen we dit nu verklaren? Nou, het is een universiteit van de Zevende-dags-Adventisten. Dat zijn christenen. Zij gaan uit van de Bijbelse schepping en de wereldwijde zondvloed. Als je in de Bijbel gaat lezen over de zondvloed, dan staat daar: God stuurde de regen en het regende 40 dagen en iedereen verzoop, behalve Noach. En daarna, nog eens 150 dagen, zakte het water weer en bleef de ark vastzitten. Wat je zou verwachten als je dat zo leest, is het water komt op, het water stijgt en dan op een gegeven moment dan zakt het water weer, totdat de aarde weer droog is. Maar in de huidige wetenschappelijke modellen gaat men uit van een iets complexere zondvloed. Waarom? Tijdens de zondvloed heb je nog steeds te maken met eb en vloed. Tijdens de zondvloed zijn er waarschijnlijk ook vulkaanuitbarstingen geweest, tsunamis, waardoor dat er niet een geleidelijke vloed was van het water steek en steek en steek en iedereen verzoop, maar juist een hele catastrofale vloed met tsunami na tsunami, overstroming na overstroming. Hoe kun je dat voorstellen? Ik heb hier een dwarsdoorsnede van het land, zoals dat er voor de zondvloed uitzag. Dan begint de zondvloed en dan komt daar de eerste overstroming. En die overstroming die neemt modder en klei mee van de zeebodem, schrijft de zeebodem schoon, dieren die erin zitten die worden begraven, die fossiliseren. En dan trekt het water zich weer terug. En bij de volgende overstroming, of misschien wel de volgende keer dat het weer vloed wordt, krijg je een nieuwe overstroming, een nieuwe tsunami met een nieuwe laag modder, waarin ook weer nieuwe fossielen gevormd worden. Tussendoor krijg je een drooggevallen moddervlakte. En op die drooggevallen moddervlakte kunnen onder andere dino's rondlopen. En dit had een kleur moeten zijn. Ik heb de emojis van internet genomen omdat ik geen leuke cliparts kon vinden. Maar denk er even bij dat deze dino en dat bordje met vlees eraan, dat in kleur is. Op die drooggevallen vlakte konden eerder door de vloed omgekomen dino's, die karkassen, die konden daar blijven liggen. Die werden aangevreten, dat is ook wat we daar in Wyoming aantroffen, sporen, tanden van vleeseters. Dino's die krijgen hun hele leven door, blijven die hun tanden uitwisselen. Dus niet zoals mensen een melkgebit en dan een volwassen gebit en daar moet je het mee doen. Dino's die blijven hun hele leven door nieuwe tanden aanmaken en ook verliezen. Dus als je daar tanden vindt van vleeseters, dan geef dat aan. Er zijn waarschijnlijk vleeseters geweest die daar zich aan die karkassen van die hadrosauriërs, van die edmontosauriërs, te goed hebben gedaan. Nadat die daar waren geweest en er weer een volgende tsunami aankwam, zijn wat er overbleef van de botten van de karkassen meegenomen door het water, meegenomen met een laag modder en met modder en al getransporteerd. De schatting is een paar honderd kilometer landinwaarts. Dit verklaart waarom dat we zo'n gesorteerd bed vinden, zo'n gelaagd bed, met die zware botten onderop en de lichtere botten daarboven. Dit verklaart ook waarom dat die botten zo mooi bewaard zijn gebleven, want ze zijn met modder en al daar naartoe gebracht. Het verklaart waarom je geen voorkeursrichting hebt, want die modder, die matrix die er omheen zit, die zorgt ervoor dat die botten niet, nou ja, zoals in puur water alleen maar meerollen of in een bepaalde richting geduwd worden. Dit is het verklaringsmodel wat we nu vandaag de dag hebben voor die dino-laag daar in Wyoming. Nu is dat natuurlijk niet de enige plek waar dat je dino's aantreft. En er zijn heel veel plekken op de wereld waar we dino's aantreffen. Sommige plekken vind je ze wel mooi, netjes op de goede volgorde. Andere plekken is net zoals in Wyoming een compleet kerkhof. Soms vind je alleen maar bepaalde tanden of pootafdrukken of nesten. Dat kan allemaal verklaard worden binnen zo'n zonvloedmodel. En dat is ook heel interessant om naar te kijken. Maar ik wil nu eigenlijk die zonvloed een beetje achter ons laten. En meer met jullie gaan kijken naar hoe kunnen we nu vanuit een Bijbelse blik kijken naar die dino's. Passen dino's in de Bijbelse geschiedenis?
En daarvoor ga ik deze tijdlijn die ik daar straks liet zien een beetje als basis gebruiken. We beginnen bij de schepping. God heeft de wereld gemaakt in 6 dagen. En op de 6e dag schiep hij de mens en op de 6e dag schiep God ook de landdieren. Als nu dino's inderdaad gelijktijdig hebben geleefd met de mens, dan moeten ze op dag 6 zijn geschapen. Dat betekent ook dat de eerste dino's geen vleeseters waren. Waarom niet? In het paradijs, staat in Genesis 1, aten de dieren planten. Mensen die zijn geschapen voor fruit en noten, de zaden van bomen. En de dieren die zijn geschapen voor het groene kruid, voor blaadjes en takjes. Ik heb hier 2 afbeeldingen van 2 dino-schedels. De rechter, ik denk hoe jullie dat zien, de linker, die met die lange dunne nek, dat is een brachiosaurus. En die brachiosaurus, daarvan zegt men, die heeft planten gegeten. En die andere die je recht aankijkt, dat is een T-Rex. En die T-Rex, daarvan zegt men, dat was een vleeseter. En de reden dat men dat zegt, is op basis van het gebit. Die brachiosaurus die heeft korte, stompe tandjes die gemaakt zijn om bladeren van de bomen te plukken. En die T-Rex heeft van die grote vleesmessen in zijn wafel die gebruikt worden om vlees aan stukken te scheuren. En tegenwoordig denkt men van ja, misschien was het wel meer een aaseter dan echt een jager en een vleeseter. Maar goed, hij heeft in elk geval andere dino's gegeten, is de consensus onder wetenschappers. Nu heb ik hier nog een schedel. En deze laat ik ook vaker zien in een zaal met publiek. Het is ook veel leuker om te doen in een zaal met publiek. Dit is een schedel van een dier dat vandaag de dag nog leeft. En de vraag die ik hierbij altijd stel, staat er ook boven, wat heeft dit dier gegeten? De meeste mensen denken dat het een omnivoor was, een dier dat zowel planten als vlees at. Sommigen denken het was uitsluitend een vleeseter. En meestal geen of soms maar heel weinig 1 of 2 mensen denken dit was een planteneter. Toch hebben die mensen gelijk. Want ondanks die scherpe tanden en die scherpe hoektanden die dat dier heeft, was dit een planteneter. Het was een fruitvleermuis. En fruitvleermuizen die zijn zo genoemd omdat ze fruit eten. Waarom haal ik dit aan? Om te laten zien dat het gebit dus niet per se iets zegt over wat een dier gegeten heeft. En zou heel goed kunnen zijn, we lezen in de Bijbel, in de plantenwereld, bij de zondeval, kwamen er ineens doorns en distels op. We lezen niet of dat er veranderingen hebben plaatsgevonden in de dierenwereld. Maar het zou best kunnen zijn dat carnivoor gedrag pas vanaf de zondeval zijn intrede heeft gedaan. Nou, na de zondeval konden mensen nog steeds heel erg oud worden. Je leest daarover in Genesis 5, dat is zo'n lang saai hoofdstuk met die geslachtsregisters. Heel interessant om te bestuderen voor onder andere ook een tijdlijn van de geschiedenis op te stellen. Maar de meeste mensen die gewoon 's avonds de Bijbel lezen of 's morgens, die vinden zo'n soort hoofdstukken niet heel erg inspirerend. In Genesis 5 staat dat mensen vroeger makkelijk meer dan 900 jaar oud konden worden. De oudste, Methusalem, 969 jaar was zijn leeftijd toen hij stierf. En dat was, als je dat uit gaat rekenen, in het jaar van de zondvloed. Dus wie weet had hij nog ouder kunnen worden. Nu, dino's weten niet zeker. Het zou kunnen zijn dat het een aparte klasse. Maar het zou kunnen zijn dat die dino's bij de reptielen horen. En van reptielen weten we, die blijven altijd groeien. Die blijven een hele leven lang groeien. Als je dus hele grote reptielen hebt, zeg maar een hele grote krokodil, dan betekent dat hij dus ook heel erg oud is geworden. Stel nu dat voor dino's ook opgaat, weten we niet, daarvoor moeten ze hun levende lijven bestuderen, maar stel dat, dan geeft het in elk geval aan dat die hele grote dino's, die brachiosaurussen, makkelijk een derde verdieping van een huis binnen konden kijken, die zouden dus waarschijnlijk ook heel erg oud zijn. En dat is belangrijk voor het volgende bolletje, voor de zondvloed. Want waren er dan ook dino's mee op de ark? Ja, absoluut waren die er mee. Alleen niet op deze manier en niet op zo'n badkuipark. Als je gaat lezen in de Bijbel, dan staan er de afmetingen van de ark genoemd. 300 L was die ark lang. En een L is de afstand van je, van je vingertop tot je elleboog. Dus dat keer 300. Uitgerekend zo'n 140 meter lang. En als je de andere maten gaat uitrekenen, 23 meter breed en 1 meter of 14 hoog. Verdeeld in 3 dekken met allemaal hokken erin gemaakt voor de dieren.
Het doel van de ark was om na de zondvloed de wereld weer opnieuw te bevolken. En ik heb net genoemd, hele grote dino's waren waarschijnlijk heel erg oud. Dus het zou niet logisch zijn dat Noach in de ark hele grote, hele oude dino's had die al een heel leven achter zich hadden. Je wilt juist in de ark jonge, kleine dino's die nog een heel leven voor zich hebben. En we kunnen op basis van bottenonderzoek van die dino's kunnen we zien hoe ze groeiden. Bijvoorbeeld zo'n apatosaurus, dat is zo'n langnek dino als die ik aan het begin liet zien, die getekende dino bij dat plaatje van die twee brillen. Zo'n apatosaurus die kon een maximaal gewicht bereiken van rond de 25 ton, 25.000 kilo. Maar hij begon zijn leven heel klein, in een ei niet veel groter dan een voetbal. En de eerste paar jaar van zijn leven, blijkt uit dat bottenonderzoek, was hij vrij klein. Het kan heel goed zijn dat Noach dus dino's van 1, 2, 3 jaar mee had. Die dan pas wanneer dat ze uit de ark waren, hun groeispurt doormaakten, volwassen werden en kindjes konden krijgen. We weten dat er dino's mee zijn gegaan in de ark, om dezelfde reden als dat we weten dat God de dino's op dag 6 heeft gemaakt. Dino's zijn landdieren en van alle door de neus ademende landdieren moesten er 2 mee met Noach in de ark. Na de schepping, na de zondvloed, zijn er nog steeds dino's gezien. Maar op een gegeven moment zijn ze uitgestorven. We hebben heel veel afbeeldingen, verhalen, verslagen, getuigenissen van mensen die dinosauriërs hebben gezien. Alleen moet je weten, de huidige dinosaurus, het huidige woord dinosaurus, is een vrij moderne uitvinding. Vroeger kende men helemaal geen dino's, maar kende men wel draken. En ik denk dat de dieren die men vroeger draak noemde, dat dat dezelfde dieren zijn die wij vandaag de dag dino's noemden. Pak weer even een tijdlijntje erbij. Onze oudste Bijbelvertalingen zijn zo uit de 16e en de 17e eeuw. De belangrijkste, de Engelse King James vertaling en onze eigen Nederlandse Statenvertaling. En het woord dinosaurus is pas ruim 200 jaar later bedacht. 1841, 1842. Je hoort allebei die jaren voorbij komen. Toch zijn er mensen geweest die draken hebben gezien. En we kennen dat onder andere uit mythes en legendes zoals Sint Joris en de draak. Beowulf, een oud-Engels heldendicht van een man die professioneel drakendoder was. Maar ook serieuze geschiedschrijvers zoals Marco Polo maken melding van draken. Marco Polo was naar China geweest en hij zegt, de Chinese keizer die heeft draken die hij voor zijn strijdwagen zet. En ook in de Bijbel komen we draken tegen, of in elk geval dinosaurusachtige wezens. Onder andere, zoals Kees al aanhaalde, in het Bijbelboek Job. Daar gaat het over de behemoth. En dat woord behemoth, daar heb ik even een sterretje bij gezet, want dat wordt vaak vertaald met nijlpaard in een aantal Nederlandse Bijbelvertalingen. Ik heb even nog niet gecheckt hoe dat de MBV 21 het vertaalt. Misschien interessant als een van de kijkers die thuis heeft liggen. Blader even naar Job 40 en vertel het me even. Maar in elk geval, sommige vertalingen die laten het onvertaald en andere die zeggen nijlpaard. En voor sommige Engelse vertalingen kom je zelfs het woord olifant tegen. Toch weet ik op basis van die omschrijving die hier staat van die behemoth, dat het geen olifant of nijlpaard kan zijn geweest. Want die behemoth, nou ja, hij eet gras, dat doet een nijlpaard ook. Hij heeft sterke spieren in zijn buik, dat heeft een nijlpaard ongetwijfeld ook. Beenderen als staven brons, hele grote sterke botten. Maar een nijlpaard heeft geen staart als een ceder. Wat is een ceder? Een ceder is een hele hoge, lange, rechte boom. En nou, zowel een olifant als een nijlpaard hebben geen staart die lijkt op een hoge, lange, rechte boom. Mocht God die dieren op deze manier hebben gemaakt, dan zou ik de vertalers gelijk hebben gegeven. Maar we kennen een dier uit de geschiedenis, wat aan al die eigenschappen voldoet, wat planten had, wat een sterke spieren heeft, beenderen als staven brons en een staart als een ceder. Zo'n brachiosaurus, zo'n langnekdino. En het is ook logisch dat als God zijn grootheid tegenover Job gaat betuigen, dat hij daarvoor het grootste landdier pakt dat ooit heeft geleefd, zo'n brachiosaurus. En we weten, nou, nu zeg ik even brachiosaurus, maar er zijn grotere varianten van hetzelfde basistype brachiosaurus voor de mensen die me echt op mijn woorden willen pakken straks. Zo'n sauropode, laten we het even algemeen houden, zo'n langnekdino. Grootste dier, grootste landdier dat ooit heeft geleefd. Om daar even een beeld van te geven, ik heb hier een replica teenkootje van zo'n brachiosaurus. En dat ene teenkootje, dat ene teenbotje, is even groot als mijn hele voet. Geeft een beetje een beeld van nou ja, hoe groot zo'n dier geweest moet zijn.
Na de zondvloed zijn die draken ergens uit de geschiedenis verdwenen. Mensen die zijn gestopt met het zien van levende dino's. En we hebben nog wat verslagen tot een paar honderd jaar geleden. Er zijn mensen die zeggen van ook vandaag zijn er nog levende dino's of levende grote reptielen. En eentje die ik dan altijd moet noemen hierbij is Loch Ness. Een groot diep meer in Schotland. Waar dat het monster van Loch Ness zou zitten. En enkele decennia geleden was daar zelfs beeldmateriaal van geschoten, van zo'n ruitvormige flipper, waarvan men zegt, nou, dat zou wel eens van zo'n plesiosaurus kunnen zijn geweest. Zo'n zeereptiel wat uit de tijd van de dino's stamde. Ik denk zelf niet dat er nu vandaag de dag in Loch Ness nog iets zit. En misschien heeft het er vroeger wel gezeten. Als dat zo is, vind ik het logischer dat zo'n dier, of waarschijnlijk zo'n familie van dieren, het heeft overleefd in de tijd sinds de zondvloed, zo'n 4.500 jaar geleden, dan dat het daar zit sinds het vermeende uitsterven van de dino's 65 miljoen jaar geleden. Niet alleen Loch Ness kent zo'n meermonster, maar er zijn nog veel meer meren waar dat je een meermonster kunt aantreffen, of er dat legendes daarvan zijn. Onder andere ook in de VS, want ja, natuurlijk alles wat we hier in Europa hebben, dat moeten ze in de VS ook hebben. Ander dier wat er mogelijk vandaag de dag nog zou leven is Mokele Mbembe. Wat ik ongetwijfeld verkeerd uitspreek. In de jungle van diep donker Afrika, de jungles van de Congo, daar zou een dier leven dat volgens de omschrijving wat lijkt op zo'n apatosaurus, zo'n langnekdino. Niet eentje die 25 meter lang werd of zo, maar een meter of 3, 4, 5 lang. Heel erg territoriaal, een heel naar dier om in je achtertuin te hebben. Ik weet niet of die dieren vandaag de dag nog leven. Als het zo is, ik zou het toejuichen, maar het is voor mij niet per se belangrijk. Want er zijn genoeg aanwijzingen dat er dino's in elk geval nog tot in het recente verleden zijn geweest. Volgens het evolutiemodel zouden dino's geen plek mogen hebben in de Bijbelse geschiedenis. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen laten zien vanavond dat die dino's er juist op wijzen dat wat in de Bijbel staat klopt. Als het gaat over de ouderdom van de aarde, als het gaat over de schepping en de zondvloed. En dat betekent, als we de Bijbel over al die dingen kunnen vertrouwen, over de schepping, de zonvloed, de ouderdom van de aarde, dan mogen we de Bijbel ook vertrouwen als het gaat over de hemelse zaken, over de dingen die we niet kunnen controleren. Jezus zegt in zijn gesprek met Nicodemus, als je mij al niet gelooft als het gaat over de aardse dingen, waarom zou je me dan wel geloven over de hemelse dingen? En ik denk dat we dit op de hele Bijbel mogen betrekken. Als we de Bijbel niet kunnen geloven als het gaat over de dingen die we kunnen controleren, de dino's, de schepping, de zondvloed, dingen ook als de koninkrijken van David en Salomo bestaan, heeft Jezus echt geleefd, al dat soort dingen, als we de Bijbel daarop niet kunnen vertrouwen, waarom zouden we de Bijbel dan wel vertrouwen als het gaat over de hemelse zaken? Zaken als het bestaan van een hemel en een hel. Zaken als eeuwig leven en verlossing. Juist doordat we de Bijbel mogen vertrouwen over die aardse zaken, mogen de Bijbel ook vertrouwen over de hemelse zaken. We mogen de Bijbel vertrouwen als er staat dat God en de mens in het begin in perfecte harmonie met elkaar samenleefden. Dat er door de schuld van de mens een kloof is gekomen, de zondeval. En dat wij als mensen die kloof niet vanuit onszelf kunnen overbruggen. We kunnen ons niet goed genoeg aan de wet houden om het goed te doen in Gods ogen. Maar vanuit de kant van God kon die kloof wel overbrugd worden, in zijn Zoon, in Jezus Christus. En in Jezus kan die verbroken relatie met God weer worden hersteld. Mocht je nu besluiten, na vanavond, om alles te vergeten wat ik heb gezegd. Nou, ten eerste kun je dan ongetwijfeld de lezing nog terugzien op YouTube en dan kun je dan een keertje ophalen. Maar het allerbelangrijkste wat je mag onthouden van vanavond, wat je mag meenemen, is dit. Dat de bril die je op hebt, dat bepaalt hoe je naar de feiten kijkt. Dat bepaalt hoe je naar de botten kijkt van dino's, de aardlagen, maar ook hoe je naar jezelf en je medemens kijkt. Wat mij betreft, tot zover en heel hartelijk dank voor jullie aandacht. Zo. Kees, welkom terug. Ja, ik ben er weer. Ik heb al heel wat gezien van dino's en gelezen en ook heel wat gevolgd van je verschillende spreekbeurten en je enthousiasme en dat straalt er iedere keer weer vanaf. En ik ben ook, vind het leuk om even terug te kijken naar Amerika, dat je daar geweest bent. En daar kwam ook een vraag voor binnen, om daar maar mee te beginnen.
Wat is nou de reden dat er juist daar in Wyoming zoveel dinosaurussen bij elkaar liggen? Zijn er geen andere plaatsen waar er net zoveel liggen? Ja, ja zeker. Zijn er overal ter wereld, onder andere ook in Utah. De reden voor Wyoming is eigenlijk puur ja, politiek, zou je kunnen zeggen. De eigenaars van die ranch, dat zijn christenen en die hebben een contract met die universiteit dat mensen van de universiteit daar elk jaar naartoe mogen gaan om te graven en dan ook alleen maar op die specifieke ranch. Maar je vindt die dinobotten, die vind je nou ja, overal in de VS, maar ook op andere plaatsen in Europa, in Azië, Afrika en Marokko wordt ook veel gevonden. Dus, nou ja. Je zegt in Europa, Nederland ook? Een paar. We hebben de Mergelgrotten bij Maastricht, waar dat, de mosasauriërs zijn gevonden. Dat zijn dan eigenlijk geen dino's, maar van die zeereptielen. En ja, hier en daar wordt er wel eens wat ook bij de Maasvlakten en zo gevonden. Maar het meeste wat we hier in Nederland vinden is ijstijdafzettingen. Dus van latere tijd, denk de mammoeten, wisenten, dat soort gespuis. Okay. Dan komt er een vraag van Irene, die zegt, zijn alle dino-soorten uitgestorven? Of noemen we reptielen die nu nog leven geen dino, omdat die uitgestorven zouden moeten zijn? Nou, ik denk dat de reptielen die we nu hebben, dat die wel anders zijn dan de dino's. En dat heeft te maken met hoe dat de poten staan. Bij reptielen staan de poten naar de zijkant toe. En bij dino's, zoals onze vriend hier, staan de poten recht onder het lichaam. Overigens net zo ook als bij mensen. Dus het is inderdaad de vraag van, ja, moet je dino's indelen bij de reptielen? Vandaag de dag wetenschappers die zeggen, je moet de dino's juist indelen bij de vogels. En de nu nog levende vogels, dat zijn dus eigenlijk dinosauriërs. Ik denk dat die vogels, dat een aparte groep van geschapen basistype is. De dino's een aparte groep van geschapen basistype. En misschien de reptielen ook nog wel een aparte groep geschapen basistype. Dus dat daar ook echt wel ja, morfologische dus, verschillen zitten qua lichaamsbouw. Oké. Ik hoop dat Irene zo beetje een antwoord heeft. In je lezing heb je het een en ander verteld over dino's. Dus dat er ook vondsten gedaan zijn, verhalen van drakenverhalen. Maar er zijn ook rotsschilderingen gevonden van zo lang nek. Ja. Hoe is dat mogelijk? Ja, dat is alleen mogelijk als die mensen die dieren in levende lijven hebben gezien. Ja, ik wou net zeggen, je kan niet iets tekenen wat je niet weet wat het is en het nooit gezien hebt. Dus dat moet je gezien hebben. Ja, nou ja, goed, je kunt natuurlijk altijd iets tekenen wat je niet gezien hebt als je een rijke fantasie hebt. En er zijn boeken volgeschreven met dingen die nooit echt gebeurd zijn of tekeningen gemaakt van dingen die je nooit echt gezien hebt. Dus het kan wel, maar het is dan opmerkelijk dat zo'n, als het een fantasieteken is, dat hij dan toch wel heel erg sterk overeenkomt met wat we nu vandaag de dag vanuit de paleontologie, vanuit de wetenschap weten over fossielen. En het wordt helemaal interessant als je in die tekeningen ook gedrag ziet. Ik heb er nog een slide over, ik weet niet of dat de slides even terug kunnen. Dan ga ik daar heel even snel naartoe. Mensen van de regie? Ja. Yes. Kijk, dit is een afbeelding van een plaat uit Egypte. Het Narmer-palet wordt dat genoemd. Een grote stenen stelen. En in dat Narmer-palet daar zie je twee dieren staan die met de nekken in elkaar gedraaid staan. En de Egyptologen die zullen zeggen, dit zijn serpoparden, dit zijn mythologische dieren. Een luipaard gekruist met een serpent, met een slang. Dus die hebben nooit echt bestaan. Maar dat gedrag van die nekken in elkaar gevlochten, dat zie je ook terug op een hele andere plek. Bij deze iets afgesleten afbeelding van het graf van een Engelse bisschop. En dat je dat gedrag ziet op twee onafhankelijke plekken. Die stelen die is herontdekt in de tijd van Napoleon in 1797. Dat graf van die bisschop is uit 1496. Dus er zijn twee onafhankelijke bronnen die gelijksoortige dieren laten zien. Met grote lijven, lange staarten, lange nekken. En met hetzelfde gedrag, dus de nekken in elkaar gedraaid. Dus dat je dit soort gedrag ziet, wat dus op meerdere plekken tegelijkertijd terugkomt, geeft aan van, hey, deze mensen die hebben die dieren waarschijnlijk in levende lijven gezien. Bijzonder. Johan Beelkes die maakt de opmerking. Hij zegt, er was pas geleden een foto in Trouw met een open dino-ei. Het had veren, dus daar zat ook een dino in, een baby-dino. Ja. Ja. Hoe kan dat nou? Als we toch een ei
Want dat is ook een andere vraag die hier binnenkomt. Stel dat we nog eieren zouden hebben van dino's, verse dino-eieren. En je zou die in een weiland leggen. Hoe groot is dan de kans dat die over 1000 jaar dan nog intact ligt? Ja. Dus hoe kan dat daar zo blijven liggen? Ja, dat kan alleen als die eieren snel zijn afgedekt. En ik heb zelf geen abonnement op Trouw, dus ik weet niet precies over welk ei het gaat. Maar ik verwacht dat dat een ei is wat uit China komt. Baby Yang Lieng of zo. We hebben er ook een stukje over gehad. De plaat van een dino met veren in het ei, dat is wat de kunstenaar, de tekenaar ervan gemaakt heeft. De veren zijn niet bij het echte fossiel te vinden. Dus daar zie je ook een stukje van, vanuit zo'n evolutiebril bekeken, dat mensen denken van, nou, dino's en vogels zijn verwant, dus deze dino die zou veren moeten hebben. Hoe kun je dan zo'n ei mooi bewaard krijgen? Dat kan alleen als zo'n ei heel snel wordt afgezet door een modderlaag. En dan kunnen er geen roofdieren bij. En overigens is het ook heel uitzonderlijk dat we een ei heel mooi, heel intact vinden. Want de meeste eieren die we vinden, de meeste dino-eieren, die zijn platgedrukt. De schaal is gebroken. Dus soms heb je geluk en soms wordt er zo'n ei gevonden en dan versteent het voordat de druk die erop komt te groot is. Maar in de meeste gevallen dan wordt zo'n ei platgedrukt en is wat er overblijft. Nou, soms vind je nog wel wat botjes van de embryo's, maar soms ook niet en vind je alleen wat eierschaal. Oké, dankjewel. Bart Klink die maakt de opmerking, er staat in Job niet dat Behemoth een staart als een ceder heeft, maar dat hij zijn staart verstijft als een ceder. Staart is hier waarschijnlijk een eufemisme voor het stijve mannelijk geslachtsdeel, een teken van viriliteit. Het parallele vers suggereert dit ook. Hoe kijk je hier tegenaan? Ja, ik ken die uitleg, maar ik vind hem niet overtuigend. En ik zou even echt het Hebreeuws erbij moeten pakken. Ik weet dat deze uitleg bestaat. En ik weet dat er ook argumenten tegen in te brengen zijn waarom dat deze uitleg niet klopt. Dat heb ik nu even niet paraat, daar kan ik nog wel even op terugkomen. Maar, we zouden dat, als je daar een argument tegen of een uitleg bij hebt, dat we daar even een kort stukje van maken en dat plaatsen op de website. Ja, dat kunnen we zodat doen. Zodat we dat terug kunnen lezen. Dus Bart, daar komen we nog op terug. H vraagt, er zijn ook verhalen van draken die in de middeleeuwen met ridders vochten. Wat zijn dat voor dieren geweest? Waren dat soms ook dino's? Dus ik denk aan Sint-Joris en de draak. Ja. Ik denk dat hij dat bedoelt ook mee. Waarschijnlijk, ja. Sint-Joris en de draak is een voor de middeleeuwen, vierde eeuw uit mijn hoofd gezegd. Maar inderdaad, die Beowulf is wel uit de middeleeuwen. En waarschijnlijk zijn dat dan inderdaad dino's geweest. Nu, als wij ons vandaag de dag een draak voorstellen, dan is dat zo'n sprookjesdraak met alle draken hebben vleugels, alle draken kunnen vuur spuwen. Waarschijnlijk is het zo dat draak een verzamelnaam was. Net zoals dat vandaag de dag het woord dinosaurus een verzamelnaam is. Sommige dino's zijn klein en lopen op twee poten. Andere dino's zijn heel groot, hebben een hele lange nek, lopen op vier poten. Weer andere zijn dan geen dino's, maar vliegende reptielen. Die worden dan vaak wel in één adem genoemd met de dino's. Waarschijnlijk is het zo dat je een aantal verschillende eigenschappen hebt van verschillende dieren die samen zijn gevoegd in het begrip draak. En dat we daar nu vandaag de dag onze fantasy-draak als Smaug uit de Hobbit of al dat soort boeken vandaan krijgen. Oké, dankjewel. En dus inderdaad dat die ridders in de middeleeuwen, als dat echt gebeurd is, tegen een dinosaurusachtig wezen hebben gevochten. Ja. Nou, ik vond het wel apart. Ik ben een paar jaar geleden waren we in de Droom in Frankrijk op vakantie in een kasteel. Een echt, ik denk ergens van de 11e eeuw. En er was één grote schouw, die was wel 2 meter breed. En boven die schouw was een vuurspuwende beest was afgebeeld. En toen vroeg ik aan de rondleidster van wat is dat? Ja, dat is, we zitten hier in een streek van de salamanders en de salamander. Maar dat is maar zo'n beestje. Ja. Dus zouden ze zich dan vergist hebben bij het uitbeelden of dat extra groot gemaakt? Of zouden we dan toch iets anders geleefd hebben? Ja, het kan allebei. Het kan inderdaad zijn dat het een overdrijving is en dat het een mythologisch dier is geworden. We hebben meer mythologische dieren die nooit echt hebben geleefd. Denk bijvoorbeeld aan de griffioen, het lijf van een leeuw met de kop en de vleugels van een adelaar. Dus dat zou kunnen, maar het zou inderdaad ook kunnen dat het wel een dier is geweest wat ooit echt geleefd heeft. En dan inderdaad een dinosaurusachtige.
Ja, want ik krijg ook een vraag van Hein. Die stelt, wat moeten we met bloedplasma wat gevonden wordt in dinobotten? Hoe kan dat miljoenen jaren hebben overleefd? Ja, hele goeie. Korte antwoord is niet. Dat kan niet overleefd. Hè? Nee, we weten van in laboratoriumcondities weten we hoe snel bepaalde organische materialen vervallen. Van DNA bijvoorbeeld weten we in ideale condities is dat 521 jaar is de helft vervallen. Nog eens 521 jaar is nog maar een kwart over. Nou ja, dus na een millennium heb je niet zo heel veel meer over. En ga je nog verder terug in de tijd, dan wordt dat steeds minder. En het wordt ook snel minder. Dus dat je dan toch die organische materialen aantreft in dinobotten. En die zijn er gevonden. Er zijn voorbeelden van te over. Dat je die aantreft, dat geeft aan dat zo'n bot eigenlijk geen miljoenen jaren oud kan zijn. Nu heeft men daar een uitvlucht op bedacht door te zeggen van, stel nu dat ijzer, in je rode bloedcellen zit ijzer. Dat ijzer dat heeft een iets wat preserverende werking doordat het zuurstof afvangt, dat bindt aan het ijzer. En daardoor kunnen die materialen wel blijven overleven. Nou, er zijn wat experimenten mee uitgevoerd waardoor dat zou blijken. En wat ze toen hebben gedaan is eigenlijk met een centrifuge in het laboratorium de concentratie ijzer in het bloed zo kunstmatig sterk verhoogd dat je inderdaad die preserverende werking te zien kreeg. Maar in de natuurlijke condities, zeker niet in de condities waarin dat sommige van die dinobotten gevonden worden, gewoon open in het veld waar dat regen er doorheen kan gaan, waar dat je warmte- en kouwisselingen hebt, dat je daar nog zacht weefsel in aantreft, zoals rode bloedcellen of zelfs sporen van DNA, dat zou dan niet mogen zijn als die botten echt al miljoenen jaren oud zouden zijn. Oké, want Irene die haakt er eigenlijk op in en die zegt, waarom worden geen dinobotten gevonden in aardlagen die volgens evolutionisten jonger zijn dan 65 miljoen jaar oud? Ja, waarschijnlijk heeft dat te maken met leefgebieden. Er zijn nog wel wat verschillende theorieën over en zo. Maar vandaag de dag, neem bijvoorbeeld tijgers. Tijgers en mensen die leven wel gelijktijdig, maar meestal niet samen. Dus als er nu een grote overstroming, wereldwijde overstroming zou plaatsvinden, dan zou je in de ene laag mensenbotten vinden en in de andere laag tijgerbotten. Puur omdat die op een andere plek leefden en in een ander ecosysteem. En dat is ook wat je terugziet in het fossiele bestand. Je ziet complete ecosystemen die begraven zijn. Een zee-ecosysteem in het Cambrium. Je ziet landecosystemen in het Jura bijvoorbeeld, in het Devon. Dus al die verschillende ecosystemen die zijn ja, met modder en al opgetild en op een plek afgezet, daar terechtgekomen en daar versteend. En daarom vind je dus op sommige plekken wel dino's en op andere plekken geen dino's. Oké, dankjewel. Frank Visser die schrijft, bij de zonvloed stond het water 15 L boven de hoogste berg. Dat is wel heel veel water, mensen, zegt hij. 15 L, is ongeveer 4,5, 5 meter, denk ik. Ja, 7,5 ongeveer. 7,5 meter. Ja, neem een L, 50 centimeter. Dat is ietsjes minder, maar... Dus vissen overleven het wel. Vissen overleven. Vissen hoeven ook niet mee op de ark. Maar wat het waarschijnlijk de achterliggende gedachte is achter deze vraag is van waar kwam al dat zonvloedwater vandaan? Ten eerste is het zo dat de hoogste berg die we vandaag de dag hebben, de Mount Everest, met zijn 8.800 nog wat meter boven zeeniveau, die was waarschijnlijk helemaal niet zo hoog tijdens de zonvloed. Tijdens de zondvloed, er staat in Genesis 7 vers 11 dat de fonteinen van de diepte openbreken. Sommige mensen denken van er is misschien een meteorietinslag geweest die de zondvloed in gang heeft gezet. Of iets gebeurt waardoor dat de aarde is gaan scheuren, waardoor dat je die aardplaat hebt gekregen. En die aardplaten die bewegen vandaag de dag met een paar centimeter per jaar bewegen ze uit elkaar of naar elkaar toe of langs elkaar heen. Maar vroeger ging dat waarschijnlijk een heel stuk sneller. Katastrofale plaattektoniek wordt dat genoemd. En als je dus platen hebt die niet met centimeters per jaar, maar met meters per seconde op elkaar schuiven en uit elkaar schuiven, dan krijg je heel snel gebergtevorming. En dan hoeft het dus helemaal niet zo te zijn dat er vroeger ook bergen waren van 8 kilometer hoog of meer. Maar dat die hele hoge bergen tijdens of na de zonvloed zijn ontstaan. Ergens ook wel logisch, want in Jesaja staat, God heeft de aarde gemaakt om bewoond te worden.
En nou ja, in het Himalaya-gebergte, daar is het niet prettig wonen boven de zuurstofgrens, boven de boomgrens. Dus waarschijnlijk waren die bergen voor de zonvloed een heel stuk lager. En als je nu je inbeeldt dat je de hele aarde, de hele landmassa van de aarde naar beneden drukt en de zeespiegel of de zeebodem op laat rijzen, dan is er genoeg water op de aarde, nu vandaag de dag, om de hele aarde met een laag van 2,7 kilometer te bedekken. Dus er is meer dan genoeg water om de hele aarde onder water te zetten, zelfs als je wat hoogteverschillen hebt. Alleen waren die hoogteverschillen vroeger een stuk minder extreem dan nu, waardoor dat het zonvloedwater wat opkwam uit de aarde kon overspoelen. En na de zonvloed kreeg je een situatie waarbij dat die hoogteverschillen weer wat extremer werden, ook doordat water naar de zeebekkens toe stroomde, dat zakte naar beneden toe. Landmassa's werden lichter, die kwamen omhoog, botsen tegen elkaar aan, je krijgt gebergtevorming. Een heel complex dynamisch systeem waar ik eigenlijk met een heleboel afbeeldingen zou moeten uitleggen. Maar ik hoop dat het een klein beetje duidelijk is zo van waar dat het zonvloedwater vandaan kwam en ook wat ermee gebeurd is, waar het nu gebleven is. Ik weet nog een keer dat we in Zuid-Frankrijk aan het kanoën waren, dat we daar, ik dacht de droom, een stukje was. En dan zag je echt de rotswand, dat was helemaal in aardlagen gegolfd. Dus ja. Wat je zegt, dat opstuwen, dat moet daar dus ook gebeurd zijn. Ja, en wat het mooie is van die gegolfde aardlagen, is dat moet allemaal gebeurd zijn toen het nog zacht was. Ja. Want als je harde rotslagen, als je daar druk op gaat uitoefenen, dan gaat dat breken. Ja, het is nu keihard. Nu is het keihard, ja. Maar als het vroeger toen het nog zacht was, kon je inderdaad dat vervormen. En wat we daar onder andere ook hebben gezien in Wyoming zijn aardbevingspatronen. En nu vandaag de dag met een hele zware aardbeving krijg je misschien dat er een aardbevingspatroon van een paar centimeter is. Daar waren aardbevingspatronen van een meter ongeveer. En dat kun je, ja, ik denk, alleen maar krijgen door twee continenten met een redelijke vaart op elkaar te laten klappen. Nou, als ik dan nu kijk bij die ontploffing van die vulkaan onlangs, wat dat een kleine tsunami tevoorschijn brengt. Of 25 jaar geleden, of ik weet niet hoeveel jaar geleden het was trouwens, met kerst. Wat dat teweeg brengt, dan moeten dat soort verschuivingen toch enorme tsunamis tevoorschijn brengen, die gewoon complete landen wegspoelen. Dat kunnen we ons vandaag de dag niet voorstellen. Nee, misschien in Hollywood met wat rampenfilms. Maar zijn mooie films. Zijn mooie films. Ik moet zeggen dat er behoorlijk gereageerd wordt op de website en leuk om te zien. Delia Kloeken-Dorst die zegt, ik zou graag inderdaad wat meer lezen over de behemoot en Leviathan. Dus ik kijk uit naar de beloofde stukjes. Ja, volgens mij staat er sowieso ook op Logos al het een en ander daarover. Op Logos.nl staat al het een en ander. Ik zeg dit even tegen mijn collega's, als ze een aantekening maken, dat we even kijken om die bij elkaar te zoeken. Als je zoekt op dinosaurussen. Dan vind je de artikel ook, maar er is al het een en ander over geschreven. Maar we komen sowieso nog even op die specifieke vraag terug. Bart Klink stelt de vraag, al die geologische activiteit tijdens de zondvloed zou gigantisch veel warmte produceren. Waarom of waar ging al die warmte heen zonder het water te laten koken en Noach en consorten te stomen? Ja, is er echt zoveel warmte dan dat er vrijkomt? Nee, er is veel minder warmte dan dat de tegenstanders van de zonvloedmodellen denken dat er is geweest. Er heeft niet al te lang geleden nog een artikel over gestaan in Journal of Creation, wat dat heel mooi heeft doorgerekend van hoeveel warmte komt er nu uiteindelijk vrij. En dan blijkt dat misschien de hele aarde met de zeeën en alle de watermassa's die er zijn een paar graden warmer zijn geworden. Maar het was echt geen snelkookpan op de ark. Okay. Frank Visser reageert nog even over die waterhoeveelheid die over de hele aarde zou zijn als de aarde vlak zou zijn. Hij zegt, nee, als je al het water van de oceanen samenvoegt, krijg je een bel de grootte van Texas. Volgens mij is Texas veel kleiner. Als je het inderdaad ik weet even niet uit mijn hoofd hoe groot Texas, ik ben er wel geweest en het was 8 uur rijden voordat we vanaf het midden naar de rand waren. Maar dat is inderdaad als je het samenvoegt tot één bel. Maar ik heb het nu over van als je die laag helemaal uitsmeert over de aarde. Dus dan kun je uitdringen een schil van water om de aarde heen, waarvan dat de onderkant op het aardoppervlak zit. Ja, een bel zo groot als Texas. Ik zou even moeten uitrekenen hoe groot dat is. Maar waarschijnlijk hebben we het over hetzelfde volume, maar is een andere manier om het ons voor te stellen. Oké, dat gaat mij iets te ver, maar
Ja. Dus oké, dankjewel. Dus als we de straal van Texas weten, het volume van een bol is 4 derde pi r tot de derde. Dus dan kun je dat volume van die bol uitrekenen. En dan kunnen we uitrekenen... Ja, ik geloof. Kun jij dat even doen, Kees? Ja, ik niet. Mirjam stelt de vraag, wat is de reden dat alleen de dino's, petrosaurussen, uitgestorven zijn en andere diersoorten nog wel leven? Hebben klimaatveranderingen na de zondvloed hier misschien invloed op gehad? Ongetwijfeld, er zijn waarschijnlijk heel veel factoren. Overigens zijn niet alleen de dino's die zijn uitgestorven, maar zijn er heel veel diersoorten die er vandaag de dag niet meer zijn. Denk aan mammoeten, sabeltandtijgers, de dodo, waarvan wordt gezegd dat de Nederlanders ze hebben opgegeten. Dat is ook weer niet helemaal het verhaal, dat heeft ook eens een keertje in weet gestaan. Heel veel diersoorten die zijn op een gegeven moment uitgestorven. En de verschillende dino's, de verschillende dinosoorten die er zijn geweest, die zijn ook uitgestorven. En wat daar dan precies de oorzaak voor is geweest, ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Klimaatverandering kan eraan bijgedragen hebben. Wat ook bijgedragen kan hebben, is het verkleinen van het leefgebied. Kijk, nu is het heel populair hier in Nederland dat we weer wolven hebben op de Veluwe. En bij mij in Veenendaal liep er een paar jaar terug eentje vlak door de straat. Maar dat is uniek, want de wolf is een hele poos weg geweest. En dat heeft ermee te maken, mensen die houden niet van wolven. Tenminste, leuk om te zien in een dierentuin of zo. Maar we willen geen wolven die onze kippen of ons vee opeten. Dus wat is er gebeurd? Er is gejaagd op wolven. De wolven zijn verdreven. Die hebben een ander leefgebied opgezocht. Nou, als je maar ver genoeg en lang genoeg op je gejaagd wordt, en als je maar ver genoeg verdreven wordt, dan bestaat de kans als diersoort dat je dan op een gegeven moment uitsterft. Dus menselijke activiteit zal eraan hebben bijgedragen. Misschien verandering van ecosystemen, het verdwijnen van voedselbronnen. Er zijn heel veel dingen die daaraan kunnen hebben bijgedragen, zonder dat het mogelijk is om één specifieke oorzaak aan te wijzen van, nou, dat is het geweest, daardoor zijn alle dino's uitgestorven. Ja, die wolf is natuurlijk een heel mooi voorbeeld dat hij in razend tempo terugkomt. Vandaag stond er een stuk in de krant over bevers in Nederland. In Vianen heeft een bever zich dwars door een dijk heen gegraven, wat water doorheen gutste. Dat is wel afgedekt. Maar in dat stroomgebied leven 1/3 van de bevers die in Nederland op dit moment zijn. Dat zijn er 1500. Dat betekent als je doorrekent, zijn er bijna 5000 bevers. Terwijl pak een beet 25 jaar geleden helemaal geen bevers meer waren in Nederland. Die zijn uitgezet in de biesbos. Ja. Dus het kan heel snel gaan dat ze weer terugkomen. Dan heb ik, Albert die heeft een vraag aan Gert-Jan. Hij is nog aan het tikken, dus ik hoop dat ik... Langzaam praat. Ja, ik ga langzaam praten. Albert, is hij nou weg? Of zie ik even een klein momentje hoor. Nee, mooi, Albert, dat vraagt, zo kan, overigens, dat het allemaal digitaal binnenkomt. Ja, dat is mooi. Er zitten een aantal mensen thuis mee te kijken van ons. Die zitten te modereren, dus de vragen die jullie aan ons stellen of aan Gert-Jan, die komen terug en die verschijnen bij mij op het scherm en we kunnen elkaar zo aanvullen. Dus vandaar dat ik steeds op mijn scherm sta te kijken. Nee, Albert die vraagt aan Gert-Jan, je was overtuigd evolutionist. Kun je vertellen welke stellingen van je docent van vroeger je aan het denken hebben gezet over evolutie en schepping? En ik denk ook aan die leidster van de kerk. Ja, wat maakte dat je dat aan het denken hebt gezet? Het zijn eigenlijk twee stappen. De eerste stap is van het gaan twijfelen aan die evolutietheorie die ik altijd heb geleerd en op school en in de dienerboekjes heb gelezen, dat niet klopt. En dan de tweede stap is het aannemen van de Bijbelse schepping, de zondvloed en de Bijbelse ouderdom van de aarde. En dat het me aan het twijfelen heeft gebracht aan de evolutie was omdat ik een aantal van die stellingen kreeg waar dat ik niet direct antwoord op kon geven. Dus ik durf niet meer zo uit mijn hoofd te zeggen welke stellingen dat waren. Maar het is een beetje vergelijkbaar met dat boekje van de 95 stellingen. Is die nog te koop bij Logos? Die zijn ongetwijfeld ook nog... Vroeger waren ze gewoon gratis op internet te lezen. 95 stellingen tegen evolutie. Nou, die staan is nog soortgelijks. Staan nog al die 95 stellingen teruglezen op de site van logos.nl. Oké, nou. Dus als je gaat kijken op Logos en je zoekt op 95 stellingen, dan komt dat ongetwijfeld voorbij. Ik durf niet met zekerheid te zeggen wat me echt aan de twijfel heeft gebracht, was meer het totaalpakket van, er worden hier argumenten gegeven waar ik niks mee kan, waar ik geen antwoord op heb.
En als gevolg daarvan ben ik toen bij Philip Bell, die gaf lezingen over schepping en evolutie. En ik dacht van, nou, dat is interessant, nu krijg ik te horen hoe dat de evolutietheorie in de Bijbel past, zodat ik die twee kan combineren. En in plaats daarvan kreeg ik juist dat wetenschappelijke bewijsmateriaal tegen evolutie weer en voor de recente schepping en de zondvloed. En wat mij daarbij vooral heeft geholpen, heeft overtuigd, is in eerste instantie, ik dacht altijd het is schepping in 6 dagen versus evolutie. Maar je moet niet alleen de schepping, maar ook de zondeval en de zondvloed en zelfs de toren van Babel meenemen in dat model. Want zonder die zondvloed wist ik niet, had ik geen verklaring voor de fossielen en de aardlagen. En dus dat was voor mij echt wel een eye-opener, dat ook die zondvloed daarbij een hele grote rol heeft gespeeld. Iets anders was sowieso de dino's, dus de aanwijzingen dat mensen en dino's gelijktijdig hebben geleefd. De afbeeldingen, de verhalen die er zijn van de draken, dat soort dingen. Dingen als radiodatering, dat daar die ouderdommen die daaruit komen, dat die lang niet altijd kloppen. Zeker niet als je ze gaat vergelijken met gesteenten van bekende ouderdom. Dat je radiodateringsmethode, dat er heel veel metingen nodig zijn, dat je eigenlijk al moet weten ongeveer in welke richting je moet denken voordat je daar een ouderdom uit kunt krijgen. Dus dat soort dateringsmethode, dat rammelde aan alle kanten. En zo een aantal van dat soort stellingen, ook vanuit het Nieuwe Testament, ik geloofde wel, ik was wel christelijk opgevoed, dus ik geloofde wel dat Jezus zelf bestaan, dat Jezus ook de Zoon van God was, of in elk geval een bijzonder iemand die wonderen kon doen. Ja, waarom zou ik dan wel geloven dat Jezus door één woord te zeggen de storm kon stillen of brood kon vermenigvuldigen? En waarom zou ik dan niet geloven dat hij in 6 dagen het universum had kunnen scheppen? Want die zijn allebei wetenschappelijk gezien even onmogelijk. Dus ja, het is niet één ding geweest wat voor mij heeft gezegd, daardoor ben ik helemaal omgeslagen. Maar het is eigenlijk meer het totaalpakket en ook vooral hoe overweldigend het was en hoe alles ineens klopte en op zijn plek viel. Dat het gewoon echt een geheel is van een complete wetenschappelijke theorie van schepping, zondeval, zondvloed, toren van Babel, waarmee je de wereld kunt verklaren. En dat je dus eigenlijk helemaal geen evolutie nodig hebt, dat helemaal niet het enige alternatief is, zoals vaak wordt beweerd, zoals men vaak doet in de gemiddelde lesboeken op scholen. Ja, je hebt het over Philip Bell, die heeft dus best wel een hele hoop indruk gemaakt. Zeker. Ja. Wie is Philip Bell eigenlijk? Ja, wie is Philip Bell? Philip is een spreker uit Engeland. Hij is betrokken bij Creation Ministries International. Het is een christelijke organisatie die eigenlijk een beetje hetzelfde doet als Logos en als ik. Lezingen geven, artikelen schrijven, publicaties op de markt brengen, boeken, tijdschriften, ook wetenschappelijke tijdschriften. Ze brengen ook wetenschappers bij elkaar. En eigenlijk is hun doel is om het evangelie te verkondigen met behulp van de boodschap van de schepping. Eigenlijk een beetje wat ik daar straks ook deed van het begin van de Bijbel is heel erg sterk gelinkt met wat we lezen in het Nieuwe Testament. En als we het begin van de Bijbel niet kunnen vertrouwen, waarom zouden we dan wel vertrouwen wat Jezus zegt over onze eeuwige bestemming? Ja, ik ken Philip Bell. Ik wil het jou gewoon laten zeggen. Ja. Ik ben echt. Ja, ik weet dat je hem kent. ik weet ook dat je al lang dat weet van die behemot en zo, maar. Nee, ik vind hem een fantastische kerel. Philip Bell is echt een begaafd spreker die heel goed de Bijbelse duiding kan brengen. En op 11 mei komt hij naar Nederland. Op 11 mei hebben we een studiedag voor voorgangers, leidinggevende, jongerenwerkers. Dat zal in Hilversum plaatsvinden. Via de website van logos.nl kunnen we kijken in de agenda. En kan je nog opgeven, er is nog ruimte om erbij te zijn. Daar zal ook dokter Martjan Paul spreken. En Benno Zuidam zal spreken. En er is volop gelegenheid voor discussie. Ruben Jorisma zal de discussie daarna leiden. Dus als je daarbij wil zijn, kan je nog opgeven. Daar is ruimte. Hij blijft 2 dagen in Nederland. Hij gaat 1 dag gaat hij daarna, de 12e of de 13e, gaat hij lesgeven op het Wartburg College in Rotterdam. En de andere dag is hij nog beschikbaar voor gastpresentaties op scholen in het Engels. Dus als je Engels wil oefenen. Dus mocht je interesse hebben om Philip Bell op school of in de kerk of in de gemeente uit te nodigen, stuur ons even een mailtje en wij maken daar de afspraak. En vol is vol. Dat geldt ook voor 11 mei, maar ook voor 12, 13
En ik dacht uit mijn hoofd ook dat hij zaterdags pas teruggaat naar Engeland, s'avonds. Dan heb ik nog een vraag van Bart Klink voor je. Hij zegt, de fruitvleermuis heeft de kiezen van een planteneter. Tyrannosaurus duidelijk niet. En geen kiezen om mee te malen. Hoe duid je dat? Ja, wat ik er straks al zei, het kan best zijn dat bij de zondeval, dat daar iets is veranderd. Want we lezen wel van de plantenwereld dat er iets is veranderd. Niet direct van de dierenwereld. Het kan best zijn dat die T-Rex iets anders heeft gedaan met zijn kiezen. Anders wel voedsel heeft gegeten. Zonder dat dier in levende lijven te zien, kan ik niet met zekerheid zeggen wat hij heeft gegeten. Het enige wat ik aanhaalde met dat voorbeeld van die fruitvleermuis, is dat het gebit lang niet altijd iets zegt over het dieet. En als je per se een carnivoor wilt die alleen maar plantaardig eten heeft gegeten, dan kan ik je verwijzen naar Little Tyke. Dat was een leeuw die in, uit mijn hoofd gezegd, New York, ergens in de dierentuin, of misschien niet in de dierentuin, maar bij een privéinstelling. Nou, van de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Een leeuwin, die de neus letterlijk ophaalde voor een stukje vlees, die alleen maar planten at. En nou goed, leeuwen die hebben toch ook wel een redelijk uitsluitend, uitsluitend vleeseterschebit. En los daarvan zijn er ook vandaag de dag nog heel veel dieren die, waarvan je zou zeggen dat zijn typische carnivoren, maar die toch ook plantaardig voedsel eten. Heel veel honden, katten, die ook af en toe een keertje aan de planten knabbelen, om maar iets te zeggen. Volgens mij heeft in Weight Magazine een keer een artikel gestaan over een kat die groente at. Ja, goed, klopt, ja, ja. Een van de eerste uitgaven. Ja. Misschien nog wel op de website terug te lezen, zou ik even moeten kijken. Ja, Dante de Kat heette ze. Dante. Zo heette dat artikel in Weight Magazine. Ja. Er is een account die heet Blijf Kritisch Denken. Dat is de naam van het account. Die zegt, heel goed advies. Ja, absoluut. Ik dacht even dat het een advies was, maar die schrijft, ik weet niet of deze vraag past, maar bij deze. Vind jij pankia passen binnen Bijbels denkbeeld? Zelf denk ik dat door het natuurgeweld van de zondvloed de pankia uit elkaar heeft gedreven. Je ziet namelijk veel overeenkomst in aardlagen en bodemfossielen in verschillende werelddelen. Ja, ja. Ben ik het mee eens. Ik denk ook inderdaad dat er een... vroeger alle Pangea, dat is alle continenten zaten aan elkaar. En nou ja, op een gegeven moment zijn die uit elkaar gaan drijven. Ik denk zelfs dat het nog ietsjes catastrofaler is gegaan. Dat het niet alleen is van de continenten zaten aan elkaar en zijn uit elkaar gegaan. Er zijn ook aanwijzingen dat de continenten tussendoor nog een keertje op elkaar geklapt zijn. En vervolgens ook weer opnieuw uit elkaar zijn gedreven. Zie je bijvoorbeeld dat er overeenkomstig gesteente is in Noorwegen en in, wat heb je aan de andere kant zitten, Canada. En ook bij Engeland, Ierland, Frankrijk en de VS. Dan zie je dat stukjes van het ene continent aan het andere continent zijn blijven plakken. Catastrofale plaattektoniek past daar heel goed bij. En wat je, nou, er zijn mensen die zeggen van je kunt het ook uit de Bijbel afleiden dat er vroeger één supercontinent was. Omdat God namelijk zegt dat het water op één plek samen moest stromen. Dus dan zou je maar één zee hebben. En als je dus één zee hebt, zou je ook maar één land hebben, één continent hebben. Ik acht het heel goed mogelijk. Ik kan niet met zekerheid zeggen, want ja, je kunt in die ene zee ook eilandjes hebben, om er iets te noemen. Maar het past zeker bij het wereldbeeld van wat we weten vanuit de Bijbel. God heeft de wereld gemaakt en bij de zondvloed is daar van alles gebeurd, waardoor dat die continenten onder andere ook uit elkaar zijn gedreven. Ik weet niet of Logos op de website nog wat heeft staan over catastrofale plaattektoniek, maar anders dan moet je dus zeker eens achteraan gaan. Ik weet niet hoeveel artikelen erop staan. Ik heb ze nog niet helemaal gelezen sinds 1 augustus dat ik in dienst ben, maar we kunnen in ieder geval even kijken of... Jij moet zeker nog slapen tussendoor. Ook nog. Ja, dacht ik al. Kees Langeveld stuurt een reactie. Die zegt, het Hebreeuwse Zanab is staat. En dat komt 11 keer in de Bijbel voor. En betekent steeds staat. Dat is een opmerking die je plaatst. Dat is de reactie dus, op... Ja, dat is dus inderdaad wat ik zei, van ik zou het even op moeten zoeken. Maar inderdaad, als Zanab, als dat 11 keer voorkomt en 10 van de 11 keer staat betekent, mogen we er
min of meer vanuit gaan dat het die 11e keer ook wel staart zal betekenen. En dat zie je ook hetzelfde met het woord dag in Genesis. Dag kan een lang tijdperk betekenen, maar de keren dat dag voorkomt in combinatie met een getal of met avond en ochtend en zo, betekent het bijna altijd een letterlijke dag. En op basis van de context, ja, kun je dat er ook weer uithalen. Dus ik weet dat ik het ooit ergens gelezen had dat daar iets tegenin te brengen was. Ik had het alleen niet in mijn parate kennis zitten. Dus dank voor de aanvulling. Kees was het? Ja. Ja, Kees Langeveld. En nog een opmerking van Henk Schildhuis. Is ook heel leuk om te zien. Die schrijft: leerzame lezing. Top. Shalom vanuit Loppersum. Dus bij deze, Gert-Jan. Ja, dankjewel. Waardering. En shalom terug vanuit Urk. Ja, vanuit Urk. Dat klopt. Daar zijn we vanavond. En ik moet zeggen dat het me ontzettend goed doet om te zien hoeveel er gereageerd wordt. En de lezingen, de voorgaande lezingen die we gehad hebben van James Toer en van Peter Borger, die staan op ons YouTube-kanaal, waar je op kan abonneren. Die worden enorm bekeken. Dus er wordt echt behoorlijk op geklikt. Dus wat er in navolging na vanavond nog komt, wat de lezing gaat bekijken. Ik vind het echt geweldig. Dat was een beetje de laatste vraag. Er is één vraag die ik bij mezelf nog te binnen schiet. Zeker. Jij bent daar in Amerika geweest, in Wyoming. Daar ligt dus ontzettend veel botmateriaal, fossielen, mm-hmm, van dinosaurussen. Je zei, het ligt allemaal door elkaar. Betekent dat dat je, als ik dan nu kijk en ik ga naar Naturalis, of ik ben in Dallas geweest, in een museum, en daar zie je keurig opgezet een materiaal. Als het allemaal door elkaar ligt, hoe weet je dan wat bij elkaar hoort? Hoe weet je dan dat het eruit ziet? Ja, hele goede vraag. Daar hebben we ook een keertje een artikel in Weet over gehad. Om even alvast een tipje van de sluier op te lichten. We hebben daar een... ik heb het geschreven, dus het is een geweldig artikel, kan ik je alvast vertellen. Toch naast mijn schoenen gaan lopen, blijkbaar. Nee, hoe weet je hoe dat zo'n dino-fossiel eruit ziet als je inderdaad allemaal losse botjes hebt? Nou, ten eerste, lang niet alle fossielen die we vinden van dino's, die zijn helemaal als botjes uit elkaar. Soms vinden we gearticuleerde skeletten, zoals dat heet, waarbij dat de botten op dezelfde plek in het lichaam zitten als dat, op dezelfde plek begraven liggen als dat ze in het lichaam zaten. Maar de meeste dino-botten die we vinden, die zijn losse botten of misschien een paar hier en daar bij elkaar. En dan moet je ze inderdaad gaan reconstrueren. En als je ook gaat kijken naar de geschiedenis van dino-reconstructies, die allereerste dino-reconstructies die er waren, zo in de tweede helft van de 19e eeuw, die zagen eruit als dieren. Je zou kunnen zeggen van het zag eruit als een dino, maar geen enkele dino vandaag die wij vandaag de dag kennen, heeft er zo uitgezien. En een hele beroemde daarbij is dat Gideon Mantell uit mijn hoofd, die heeft de duim van een iguanodon, die heeft een stekel op zijn duim, die had hij als een neusstekel geplaatst. En bij een dier wat op vier poten liep. En vandaag de dag wordt zo'n iguanodon, tot een aantal jaar geleden werd hij afgebeeld in een soort van kangoeroehouding, dus rechtop staand, maar dan de staart op de grond. En nu vandaag de dag is het wat meer zoals deze hier, de staart balancerend. Ik heb geen staart, dus als ik dat te veel doe, dan val ik voorover. Met de staart balanceren naar achter toe en het lijf naar voren toe. Dus die inzichten die veranderen ook steeds. En dat is op basis van het bestuderen van levende dieren onder andere. Hoe zitten botten bij levende dieren in het lichaam? Ook op basis van computermodellen, daar kun je ook heel veel mee. Van simulaties, van hoe zou zo'n dier gelopen kunnen hebben? Hoe kunnen die botten gebruikt hebben? En eigenlijk ook gewoon door heel veel onderzoek te doen en door heel veel botten te vinden. En soms moet er dan alsnog iets worden bijgesteld. En wat je heel vaak hebt, is dat die dinoskeletten, dat die maar voor 10-20% misschien compleet zijn. En dan moet je op basis van andere skeletten en op basis van replica's, of samenvoegen van skeletten, moet je zo'n dino in een museum reconstrueren. Dus bijvoorbeeld bij Trix in Naturalis, de T-Rex die daar staat. Daarvan heb ik eens gelezen dat een aantal botten die zijn echt, maar bijvoorbeeld een van de poten is een 3D-print van een spiegeling van de andere poot. Omdat ze maar één van de poten hadden gevonden. En dan kan het nog steeds wel eens zijn dat er sommige paleontologen zeggen van dit dier dat had 100 staartwelvers of je had er maar 50. En dat kan best wel wat speling in zitten. En heel waarschijnlijk, als je dan alleen nog maar die botten hebt, hoe dat ze dan vervolgens eruit zagen qua aankleding, qua vlees, qua spiermassa, zeker ook qua huid en qua kleur. Waarschijnlijk hebben die dieren er in het echt heel anders uitgezien dan dat wij ons dat vandaag de dag
voorstellen. Dus, Ja. Dank je. Eigenlijk heel in het kort, we weten het niet, we doen ook maar wat. Precies. Nou ja, dat is ook eigenlijk wetenschap. Samen proberen wat je niet weet te proberen te ontdekken en constant bijschaven. En wat je weer iets ontdekt, het bijstellen. Dus er is niks wat dat betreft eigenlijk absoluut. Het grootste gedeelte van wat we weten, dat klopt niet. We weten alleen niet welk gedeelte niet klopt. Juist. Ja. Goed. Gert-Jan, ik wil jou ontzettend bedanken voor je bereidheid om hier naartoe te komen, om bij ons te zijn. Heel graag gedaan. Ook ontzettend bedanken voor je bijdrage. Wens je God zegen toe in je werk. Dus in alles wat je doet, wat je voor Weet doet, voor jezelf doet, je eigen organisatie, voor Logos Instituut doet. En dadelijk ook een goede reis naar huis. Wil u als kijker natuurlijk nog wijzen op de diverse uitgaven van dinosaurussen. We hebben wat voorbij laten komen tijdens de uitzending. Maar op de website is nog veel meer te vinden. Op de website webshop.logos.nl, daar zit een webshop waar u dat kunt vinden. Ja, nu eigenlijk best wel lastig. Normaal gesproken zit er een zaal, als ik kijk wat er meegekeken heeft naar de cijfers. Dus de 50, 60 man heeft mee zitten kijken op de twee kanalen. Zou je die in een zaal hebben, dan zouden we nu een collectezak rond laten gaan. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet met een livestream. Dat lukt niet, ik kan niet bij u in de huiskamer. Maar we kunnen het wel digitaal doen. Er verschijnt een QR-code in beeld. Als u die zou scannen, dan kunt u ervoor kiezen om een machtig interview in te vullen of een eenmalige gift. De avond kost wel het een en ander aan financiën. En, prima. Voor ons is het belangrijk dat we de informatie delen met u. Maar wilt u ons ondersteunen? Dan kan dat. U kunt ook gaan naar logos.nl/doneren. Of rechtsbovenin ziet u een groene knop, steun ons. Nou, het mag begrijpelijk zijn dat ik dat van harte bij u aanbeveel. U kunt zich ook abonneren op ons YouTube-kanaal, want er komen nog meer sprekers dit jaar. Elke maand proberen we zo rond de helft van de maand een lezing te houden die we uitzenden, die dan ook beschikbaar blijft. We hebben onder andere Ruben Jorritsma ondertussen. Die gaat het hebben over de betrouwbaarheid van de vier evangeliën. Ook een heel interessant onderwerp. Kees Viegen gaat het hebben over de zondvloed. We hebben in het najaar in de Week van het Leven Maaike Roosendaal van CCBR. En zij zal waarschijnlijk spreken over het in die Week van het Leven over abortus als mensenrecht, wat in de Europese Unie nu een hot item aan het worden is. Ik zou zeggen, houd onze agenda in de gaten. Blijf ons volgen, blijf voor ons bidden, ook voor de onderzoekers, want ze staan soms echt aan het front, want het is lastig om te zeggen dat de Bijbel wel eens waar kan zijn en ook gelijk kan hebben. En daarvoor willen we ook de mensen u uitnodigen, als u voorganger bent, ambtsdrager of leerkracht of leidinggevende aan jongeren, schrijf u in voor 11 mei de studiedag, want het is echt absoluut de moeite waard. Nogmaals, heel erg bedankt voor uw aanwezigheid, voor uw vragen en wens u nog een hele fijne avond toe. Dankjewel.